De technologie verandert razendsnel en duurzaamheid wordt altijd maar belangrijker deze dagen. Vandaag verdiepen wij ons in duurzame motoren. Wel, het enorme energieverbruik dat nodig is, wordt uiteraard gekoppeld aan een enorm CO2-emissie wereldwijd. De regeringen wereldwijd hebben hier inspanningen gedaan om normen op te leggen om de producenten van elektrische motoren te verplichten hun rendementen van hun producten te verbeteren. Voor Europa staat dit bekend onder de norm Ecodesign, die sedert verschillende jaren ingeburgerd is. Hierdoor splitsen we de motoren op in rendementsklassen gaande van IE1 tot IE3, waar IE3 op dit moment de meest gangbare norm is en door de meeste bedrijven als standaard doorgevoerd is. Wel, dan gaan we in eerste instantie kijken naar de bestaande producten, maar we gaan ook naar nieuwe producten kijken waar we nieuwe technologieën gaan toepassen. Voor de bestaande producten gaan we in eerste instantie kijken naar het magnetisch materiaal door producten van hoger kwaliteit te gaan gebruiken. We gaan kijken naar het kopergedeelte in de motoren om een betere vullingsgraad te hebben en de wikkelingen optimaal te benutten. En daarnaast gaan we ook zorgen dat de warmtehuishouding van de producten in orde is. Als nieuwe technieken denken we dan vooral aan het gebruik van permanent magneetmotoren, al dan niet gekoppeld aan frequentieomvormers. Hiermee bereiken we gemakkelijk rendementen van de grote orde IE4 en IE5, waardoor we merkelijk vooruitlopen op de geldende normen. Wel, de oorsprong van WEG gaat terug tot de jaren 1961. WEG werd opgericht in Brazilië. Sedert 1992 zijn we actief op de Europese markt en dat begon allemaal hier in België. Waarom werd België gekozen? Voornamelijk omwille van de goede ligging van België centraal in Europa. Met Antwerpen hadden we een heel grote haven die geschikt was voor het logistieke transport. Een goed verkeersinfrastructuurnetwerk in België, samen met de vlotte kennis van de Belgen met gebruik van verschillende talen. Oorspronkelijk gaven wij enkel ondersteuning aan de Europese distributeurs. En langzaamaan werd van hieruit overal in Europa een eigen wegfiliaal opgericht. Ondertussen focussen wij ons enkel op de Benelux-markt en het personeelsbestand is in die jaren gegroeid tot 50 medewerkers, waaronder verschillende productspecialisten. Van die 50 mensen hebben wij ook een vooruitgeschoven verkoopteam in Nederland, waar ook ongeveer 25% van deze mensen actief zijn voor de Nederlandse markt. WEG wil voornamelijk totaaloplossingen aanbrengen aan zijn klanten, gebruikmakende van energiebesparende oplossingen. Onze slogan is Transforming Energy into Solutions. Met die energie bedoelen we niet alleen de energie van het elektrisch netwerk, maar ook de energie van onze gemotiveerde medewerkers. De klant verwacht de dag van vandaag een verregaande ondersteuning vanuit de leverancier. Zij proberen een zeer concurrentiële positie in te nemen in hun markt en daarom is het nodig voor ons dat wij zeer nauw hun noden en hun vereisten vanuit hun positie kennen. Samen met hen proberen we dan ook de meest geschikte totaaloplossing voor hen aan te bieden. Globalisering is steeds belangrijk voor onze klanten. Zij zijn wereldwijd actief en ze verwachten dan ook dat zij wereldwijd kunnen ondersteund worden door hun leverancier. Voor alle zaken verwachten zij wel om dat te kunnen doen met een lokaal aanspreekpunt. Mensen kopen bij mensen en we trachten als het ware een partnership met onze klanten aan te gaan. Het resultaat hiervan is dat de producten die we uiteindelijk bij onze klanten leveren zelden één op één terug te vinden zijn in onze catalogus, maar altijd zijn aangepast aan de noden van onze klanten. Eerst en vooral willen wij onze bestaande markt verder uitbouwen. Daarnaast hebben wij meer en meer de mogelijkheid om totaaloplossingen aan te bieden aan onze klanten. We hebben daarom ook vrij sterk geïnvesteerd in kennis en oplading en ondersteuning van onze mensen, bijvoorbeeld naar hoogspanningsmotoren. Vandaag hebben we de nodige specialisten in huis die samen met ondersteuning van een Europees gespecialiseerd team deze markt kunnen benaderen. Daarnaast heeft WEG ook enkele strategische acquisities gedaan om onze marktbenadering te kunnen verbreden. Zo kunnen we de dag van vandaag een volledig pakket frequentieregelaars in kast aanbieden, maar kunnen we ook een volledig pakket van motorreductoren in de markt zetten. Dit is voor ons een relatieve nieuwe markt en creëert voor ons een pak meerwaarde. Hierdoor verbreden we onze toegang tot de markt en is een groei gedurende de volgende jaren zeker mogelijk. Vandaag de dag vindt de klant vooral kwaliteit en leverbetrouwbaarheid heel belangrijk. Maar wij als leverancier zien daarnaast ook dat flexibiliteit en service belangrijke eisen zijn van de klant. De klanten vragen ook steeds meer en meer just-in-time leveringen. Daarom ook dat wij als leverancier moeten voorzien in een grote stok en het liefst dicht bij de klant. Een grote stok zowel van standaardmotoren als van dedicated motoren. Belangrijke eisen van de klant zijn ook dat de leverancier een hoge flexibiliteit en kwaliteit aanbiedt in stopmodificaties.
stopmodificaties zoals flensmontage, het inbouwen van PTC's, het herschilderen van motoren. Dus de klant wil een snelle en goede service aan een marktconforme prijs. Nu, de belangrijkste kernwaarde voor Weg Benelux is uiteraard de service die wij willen bieden aan de klant. De klant staat centraal voor ons. Dus wij willen een service aanbieden van A tot Z. Dit niet alleen na verkoop, maar ook voor verkoop. Zo moet bijvoorbeeld bij een offerte, deze moet snel en correct gebeuren, geheel volgens de specifieke eisen van de klant en binnen een aanvaardbare responstijd. Nu, van zodra de bestelling er is, willen wij uiteraard niet alleen de motor of de producten uitleveren, maar ook alle technische documenten aanleveren, de testrapporten en wij leveren de motoren of de producten ook just in time. Maar niet alleen voor en tijdens de bestelling. Indien de klant ook service wil na de bestelling, zijn wij steeds bereid, indien gewenst, om de klant bij te staan met indiensttredingen. En wij kunnen ook technische ondersteuning bieden bij bijvoorbeeld drop-in replacements. Weg Benelux onderscheidt zich van de meeste van onze concurrenten door hier in Nijvel een grote stok te hebben. De meeste van onze concurrenten werken met buitenlandse magazijnen. Nu, wij ontvangen op maandbasis ruim 40 containers vanuit onze fabrieken. En dat laat ons toe om hier in Nijvel ruim 15.000 motoren constant op stok te houden. Dit zijn 1200 verschillende types motoren. Naast de motoren stockeren wij ook nog drives, softstarters en zelfs tandwielkasten. Nu, 80% van deze stok is dedicated voor één bepaalde klant. En dat laat ons toe van zodra wij de bestelling hebben van binnen de 1 à 2 werkdagen van de goederen te leveren aan onze klant in geheel Benelux. De klanten vragen ook een hele grote flexibiliteit aan ons in zaken stopmodificaties. Dus dat is dan eigenlijk ook onze core business. Stopmodificaties zoals flensmontages, het inbouwen van PTC's, verwarmingselementen, de anti-roestbehandeling van motoren of gewoon het herschilderen van een motor. Dus dat is eigenlijk onze belangrijkste kwaliteit. Weg Benelux wil ook aan zijn klanten een grote flexibiliteit aanbieden in zaken stopmodificaties. Zoals het monteren van flenzen, het installeren van PTC's of verwarmingselementen in de motor, het geven van een anti-roestbehandeling of het gewoon herschilderen van een motor. Dit zijn voor ons, voor Weg, de kernwaarden die wij willen geven aan onze klanten.